Ahua! Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Dag dames en heren, hartelijk welkom weer bij Kanta Conversaties, aflevering 142. Ook deze aflevering is weer een tamelijk incestueuze bezigheid, want deze jongen ken ik al vanaf mijn 19e ongeveer. Hij kwam ooit bij mij aan de bar staan naast mij, bestelde een pilsje en zei: ik speel zondag met jullie mee. Hij zei: oh, moeten we niet repeteren dan? Wel nee, zei hij. En zo is het, zo'n jongen is het ook. Dames en heren, J.B. Meijers, let u mee. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. J.B. Meijers, geweldig muzikant, Ilse de Lange, Komende Ridders, Axel en de Munich, De Dijk. Welke ook alles heeft hij gedaan. En daar staat hij al. Hé, hey, leuk. De donde crece la palma. Y antes de morir. Jeetje man, dat is wel echt super handig dat ding, zeg. Maar heb je dit allemaal van je royalties verdiend? Heb je dit allemaal betaald van de royalties? Ja. Je kent, je weet hoe het interview werkt. We zijn nu bij de hamvraag. Dan ja. Breng ik mezelf altijd wat intellectueler in beeld om ja. De deur open te doen. Ja. Ja, ja. De hamvraag, J.B. Meijers, wat ga jij precies doen in het theater? Nou, als je het heel simpel zou willen zien, ga ik wat liedjes spelen en verhaaltjes vertellen. En dan wordt het een beetje leuk uitgelicht. Klinkt dat goed? En dan kunnen de mensen erbij zitten. De achterliggende gedachte, mijn urgentie is natuurlijk gewoon dat ik een soort verhaal te vertellen heb. En dat rijg ik aan elkaar. Aan de vorm van liedjes die ik heb geschreven en waar ik aan mee heb gewerkt. En daar zitten sinds een aantal jaren zitten daar een paar heuse hits bij. Dus heel erg leuk. En ik vertelde wat over. Ik vertel over de parallellen tussen de Zeeuwse Delta en de Mississippi Delta, waar weinig op vakantie zijn geweest. Zand, dat is inderdaad heel interessant. Ja, je komt er ook nog in voor, zelfs. Ik kom in het programma voor. Ik kom zelf in het programma voor. Dat verklaart. Nou, jij niet zeggen. Maar ik dacht, ik laat hem opmaken. Oh, dat is handig. Heb jij, zit er copyright op jou tegenwoordig? Copyright. Copyright, oké. Copyright. Ja, dus nee, ik dacht om de kosten een beetje binnen de perken te houden, heb ik gewoon een zo'n pop van jou laten maken. Ja, dat is heel verstandig. Dat is handig, dat kan gewoon op het dak. En welke, wat voor zalen speel je? Kleine zaaltjes, kroegen? Nee, het zijn wel theaters. Theaters. Ja, de kleine theaters, zeg maar. Ja. Er zitten wat grotere zaaltjes bij. Zoals de Kleine Comedie. Zo. De Kleine Comedie, grote zaal. Grote zaal, Kleine Comedie. Grote zaal, Kleine Comedie. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Ja. Goed, JB. Je gaat het theater in onder de naam Delta Boy. Ja. En ik heb begrepen dat de parallel ligt een beetje tussen de Delta in Amerika, Mississippi, en de Delta in Zeeland. Ja. Dat klopt. Nou ja, ik ben er opgegroeid in de zes Vlaanderen en ik wist helemaal niks over de Delta van de Mississippi Delta, waar de blues vandaan komt. Tot het moment dat ik daar voor het eerst kwam en ik later ging opnemen met. Maar toen viel me al op dat het landschap heel erg veel gelijkenissen vertoonde. Ja, het is heel plat en de mensen die wonen hebben ook wel een beetje. Er is niet zoveel te doen, het is niet ontzettend rijk, dus je bent vooral heel erg. Je moet jezelf zien te vermaken daar, dus dat deden wij ook. Maar om lang van kort te maken, ik kwam op een gegeven moment in de Mississippi Delta in een studio en een van de muzikanten zei: wow, jij speelt te gek gitaar, hoe kan dat nou, waar kom je vandaan? Dat was het Sun was het. Sun Studios, ja. Elvis Presley, dames en heren, Sam Phillips. Ja. Dus even die muzikanten zei: waar kom je dan vandaan? Ik zei: vanuit Nederland. Ja, that's impossible, zei hij. En toen vroeg hij later van waar precies uit Nederland. En toen zei hij, of toen zei ik, Zeeland, de Zeeuws-Vlaamse Delta. Ah. Toen zei hij: oh, it's that the watery bit way down there. Ik zei: ja, well, that explains everything. You're a Delta boy. En dat is me altijd bijgebleven. Precies. En ik dacht, dat is een ontzettend leuk kapstokje om. Dat is hartstikke goed. Dat mijn levenskwestie is even te gaan onderzoeken. Ja, gaan we het, komen we meer van jou te weten in het theater? Zeker, zeker. Ja. En van mijn familie en over jou. Heel veel te weten over jou. Oh, wat arme mensen. Ik ga ontzettend veel name droppen. Nee,
Ik hou het heel erg beperkt. Je gaat liedjes spelen, maar... Ik ga liedjes spelen. Kennen de mensen de liedjes? Zeker. Ja, tegenwoordig wel, hè? Ik speel mijn versie van Call After the Storm. Ik speel het liedje die ik met de dijk heb gemaakt, met Solomon Burke. Ja, eigenlijk toch aardig wat, eerlijk gezegd. Oh, ga je ook het verhaal vertellen over dat Solomon Burke met jullie mee zou spelen? Dat denk ik wel, op een gegeven moment. Ik laat ook wel wat ruimte over voor improvisatie. En Paradiso. Ja. Dat was vrij bijzonder. Ja. Dus dat is ook een verhaal dat, ja, dames en heren, dat is een belangrijk moment. Dat verhaal te horen, zult u toch echt naar het theater moeten, maar ik beloof u, ik stond in Paradiso te wachten. Ja, dat klopt. En dat was een zeer bijzondere avond. Dat was een heel bijzondere avond, ja. Het was denk ik de mooiste begrafenis die ik ooit heb meegemaakt. Ja, dat is een beetje het verhaal van het plot, noemen we dat maar. Ja. Het is de eerste theatershow, hè? Zeg, ja, Thomas, ik moet echt verder. Ik heb een lichtplan. Ik moet de hele boel nog even strak trekken. Heel goed. Ik draai hoe jij je tijd zit. Ik snap het. Ik draai om en ik zet je af bij je boot. Ja. Ik moet heel even... Dank je wel. Ik moet even wachten op het verkeer. Ik vond het een zeer fijn interview. Ik vond het ook leuk. Een leuke middag. Moeten we vaker doen. Ik ben meer over jou te weten gekomen dan in de afgelopen 30 jaar. Had kunnen vragen. Ja. Maar goed. Gek eigenlijk, hè? Voor alles is een... Ja. Nou, dat komt omdat wij ook nooit naast elkaar in de tourbus of het vliegtuig. Nee, ik zat altijd achter jou, dat klopt. Ja. Tegenwoordig zit ik ook achterin. Oh, oké. Okay. Dat is toch kennelijk de prinsenplek. Dat klopt, zeker. We waren net jouw boot gepasseerd, dus ik zet je af. Oh, kijk eens even. Ik kan niet anders dan je heel veel succes wensen. Dankjewel. Ik kom zeker kijken. Kun je wat data noemen nog? Ik begin 6 december in Hoofddorp en ik eindig, ik meen... Oei, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Er is een website, denk ik. Er is een website, die kunt u hier onder in beeld zien, of in de aftiteling. Dat vind ik altijd handig, want als ik dat doe, verschijnt het nooit. Zo? Nee, als ik zeg, je kunt het onder in beeld zien, dan kan ik het nooit zien. Ja, link in bio, dat soort toestanden. Ja, maar goed, ik wens je heel veel succes. Ik vond het ontzettend leuk, Thomas, kom. Ik heb een dikke pakket. Dit is de eerste kus die ik gekregen heb in 172 afleveringen. Maar geweldig. Ga, laat de camera hier alsjeblieft, want het wordt al een duur programma. Ga uit, ben bezig. Zo, daar was het weer. Aflevering 172 van de Kanta Conversaties. J.B. Meijers, een zeer bijzonder persoon. Ik mag hem graag. Jongen speelt alles. Ik zal nog één aardige anekdote vertellen. Hij speelde ook bij Agnes de Munnik. Iemand bouwde en zei, hij speelt werkelijk alles. En toen hadden we een kleien pot gekocht bij het tuincentrum, waar we toevallig was. En toen hebben we tegen hem gezegd dat het een oeroe was uit Oeganda. En na een kwartier kon hij erop spelen en stond het op de plaats. Dat was zeer bijzonder. De donde crece la palma, yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma y antes